We beginnen vandaag weer met een on the table. Met niemand minder dan de top van de graffiti-wereld, Mick LaRocque. Ze werkt echt met de top van de top. Reist naar Frankrijk om schilderijen te maken. Gaat naar Amerika. En naast dat traint ze ook gewoon 4-5 dagen in de week kickboksen. En ja, ik ga dat aan jullie voorstellen, man. Ik ben Mick LaRocque. Aileen is mijn echte naam. Ik doe vanaf 1983 graffiti. En ja, ik doe het eigenlijk nog steeds, alleen niet meer illegaal. En naast mijn graffiti-leven, ik maak schilderijen. Ik ben curator, lid van het Stadscuratorium Amsterdam. En daarnaast ben ik fanatiek kickboxer. Bij Aileen ga ik de lange rug, onderrug ga ik dan aanpakken. En vooral de schouderkop. De linkerschouder is de meest waar ze echt last van heeft. Dus die ga ik ook aanpakken. De trapezius ga ik ook meenemen. En gaan we beginnen. Yes? Let's go. Vertel even hoe alles is begonnen. Als jong meisje, hoe ben je begonnen? Hoe alles is begonnen? Ja. Ja, ik was echt heel klein. Ja? Mijn ouders hadden een zwart-wit televisie. Echt zo'n bakje bak met een handvat eraan en dat had je Top Op. Dat was een muziekprogramma met popmuziek. Mm-hmm. En daar werd een clipje gedraaid van Grandmaster Flash en The Furious Five, The Message. Yeah. En ik was helemaal geïntrigeerd door rapmuziek, door New York, het oude New York. En daar ontstond eigenlijk mijn liefde voor hip-hop. Yeah. En tegelijkertijd, als ik keek in de stad waar ik opgroeide, Groningen, daar stond ook graffiti op de muur. Alleen dat was nog heel anders dan die stijl die uit New York kwam later. Okay. Maar ik vond dat waanzinnig. Dat ik dacht van hoe dan dat je je naam op een muur schrijft. Andere mensen lezen het. En ik lees het, maar ik zie die naam in deze straat, in die andere straat, door de hele stad heen. Dus voor mij waren die namen gewoon een soort van onbekende, bekende namen. Ja. En ja, dat triggerde mij om het ook te gaan proberen. En toen uiteindelijk hip-hop overwoei vanuit Amerika. Met rap, breakdance, graffiti. Ja. En dat wij steeds meer voorbeelden konden vinden. We hadden geen internet, hè, dus je moest het allemaal echt gaan zoeken. Ja. In boeken, in blaadjes, hier en daar een videoclip, een platenhoes, de platenwinkel. Toen dat allemaal bij elkaar kwam, dacht ik echt zo van ja, dit is mijn ding. Okay. Dit ga ik doen. En op een gegeven moment zond ook weer Top Op de videoclip uit van Hey You, The Rocksteady Crew. Mm-hmm. Google hem als je hem niet kent, voor alle jonge mensen. En dat was echt een clip waarin al die elementen samenkwamen. Yeah. En ik zat naast mijn jeugdvriendinnetje. En ik was denk ik een jaar of 14 toen. En toen zei ik, zie je dat? En dat is wat ik ga doen. Nou ja, dan heb ik het daad bij het woord gevoegd. Oké, okay. Maar voordat je echt met graffiti begon, mm-hmm. was je nog schooljuf? Was je nog docent? Nee, ik ben echt met graffiti begonnen als jongere, als tiener. Ja? Ja? En omdat graffiti mij ook wel, het heeft me heel veel gebracht, maar mm-hmm. ook wel momenten dat ik natuurlijk in de problemen kwam, want je doet iets wat niet mag. Ja. En op het moment dat ik moest kiezen voor mijn studie, ja? Wou ik eigenlijk naar de kunstacademie, maar omdat ik alleen maar graffiti in mijn portfolio had, zei al iedereen van ja, je gaat dat niet redden, je wordt niet aangenomen. Omdat het nog vers was zeker? Het bestond nog niet echt? Nou, het werd gewoon niet gezien als kunst. Okay. Dus op de kunstacademie keken ze ernaar en zeiden van nee, als je dat doet, dan ben je geen kunstenaar. Okay. En daarnaast had ik wat problemen met justitie. Vanwege de graffiti. Ja. En ik heb toen voor mijn studie uiteindelijk toch eigen voor mijn geld gekozen. En ik ben de PABO gaan doen. Okay. Want ik ben hartstikke, ja, ik vond kleine kinderen hartstikke leuk. En ik had zo lang niet naar mijn ouders geluisterd. Toen ze zeiden van, waarom ga je niet de PABO doen? Want je bent zo leuk met die kleine kinderen. Ja. En die worden altijd geboren. Je hebt altijd werk. En dan kan je je kunst ernaast doen. En dan zie je wel waar het naartoe gaat. Ja. Dus ik ben de PABO gaan doen en ja, dat vond ik eigenlijk een beetje een saaie opleiding. Maar ja, je moet toch wat. Cool. En toen ik daar klaar mee was, toen ben ik een baan gaan zoeken in Amsterdam.
want ik groeide dus op in Groningen. Maar ja, Groningen is not where it's at. Nee. Dus ik ben naar Amsterdam gegaan. Hier was het ook makkelijker om een baan te vinden. Okay. En toen ben ik kleuterjuf geworden. Groep 1, 2 met al die kleine kinderen. Dat was echt, het was heel leuk. Okay. Ja. Hoe lang heb je dat gedaan? 13 jaar. 13 jaar voor de Amsterdamse kleuterklas. En toen was ik er helemaal klaar mee. Maar hoezo dat dan? Oh, al die kinderen. Kinderen kunnen, ze zijn lief. Ja? Maar alle ouders, alle collega's. Maar met name de veranderingen die worden doorgevoerd vanuit overheidswegen op het beroep. Elke keer komt er weer wat bij. Weer wat bij. Passend onderwijs. Ja? Weer samen naar school. Ineens moeten bezuinigingen. Ja? De klasseassistent werd wegbezuinigd. Mm. Klassen werden groter. Het was de laatste klas die ik had bestond uit 32 kleuters in mijn eentje. En die kleuters in het kader van passend onderwijs waren van een samenstelling waar ik gewoon geen opleiding voor had genoten. Ik heb nooit geleerd hoe ga je om met kinderen met iets in het autistisch spectrum. Ja. Hoe ga je om met kinderen die op een andere manier een bepaalde beperking hebben of een leerproblemen of zo. En het was gewoon te veel. En toen ben ik mijn kunstenaarspraktijk gaan uitbreiden en najagen. Dromen, ben ik echt mijn droom gaan najagen. Hoe oud was je toen? Dat is 10 jaar geleden, was ik 39. 39? Ja man. Oké, nice. Toen pas ben je begonnen? Nee, ik deed natuurlijk gewoon mijn kunst al lang. Ik had deze studio had ik, althans de studio die hierboven zit. Ja. Deze beneden studio waar we nu zijn, die heb ik sinds een jaartje of 4. Ja. Maar vanaf het moment dat ik mijn baan als leerkracht vaarwel zei, ben ik gewoon hier fulltime gaan werken. Hier fulltime gaan werken? Ja, gewoon echt helemaal focussen op mijn kunstcarrière. Maar ik neem aan dat je ook naast docent zijn, ben je ook niet stil blijven zitten met het graffiti spuiten? Of had je ook zoiets van nee, ik stop er gewoon even mee? Nee, ik ben altijd doorgegaan. Okay. Ik hield alleen wel die twee werelden heel erg van elkaar gescheiden. Ja. Want ik vond niet dat bijvoorbeeld ouders van mijn kleuters hoefden te weten wat ik in het weekend loop uit te vreten. Ja. En omdat ze dan misschien niet begrijpen dat ik kleuterjuf ben. Want ik heb echt opmerkingen gehad hoor, toen ouders, ik droeg camouflagebroeken, weet je, hoodies. Ik was echt wel, ik was gewoon hip-hop juf. Ja, klopt. Maar dat de ouders kwamen met een kind wat net wordt geplaatst, hè, dan wordt een kind 4 en dan komt voor het eerst in de kleuterklas. Ja. En dat die ouders echt schrokken van de kleuterjuf. Mm. Van hoe kan een juf met een camouflagebroek en een hoodie goed aan kleine kinderen lesgeven? Ja. Moet die niet in groep 8 lesgeven? Nou, en dan dacht ik, je moet me gewoon vertrouwen. Ik ben een goede juf. Ja, klopt. Maar daarom had ik ook niet zoveel zin om aan ouders met ouders te delen wat ik daarnaast deed, naast mijn beroep in het onderwijs. Ja. La Roque, hoe ben je bij de naam gekomen? Nou, mijn eerste graffiti naam was Mickey. Ja? Gewoon als in Mickey Mouse. Van waar die Mickey Mouse dan? Ik had altijd Mickey Mouse t-shirts aan als 12-jarige. Okay. Dus op de straat, bij mij in de straat en in het winkelcentrum werd ik Mickey genoemd. Okay. Dus toen ik een naam zocht om mijn graffiti mee te maken en om mee te rappen, want dat was in die tijd ook een ding, hè, dat je probeerde alles. Je probeerde en te breakdansen en te rappen en te schrijven en misschien een beetje te DJ'en. En dan vond je vanzelf wel de discipline waar je dan goed in, waar je je talent in had. Ja, klopt. Dus ik had MC Mickey, dat was mijn rapnaam en mijn grafnaam was gewoon Mickey. Ook rapper ook nog? Ja, in 1987 ben ik tweede geworden bij de Nederlandse rapkampioenschappen. Echt? Mhm. Wauw. Zou je niet nog een paar baars kunnen gooien? No. Dat is verleden tijd. Oké. Okay. Maar echt maar, gewoon rap, graffiti? Ja, La Roque kwam later. Ja? Dat was eigenlijk nadat ik uit het juffenbestaan was gestapt. Ja?
En toen dacht ik, ja, maar als ik nu serieus ga voor kunstenaarschap, dan is Mickey is misschien nog wat te kinderlijk, weet je wel. Dan kom je bij de directeur van het Stedelijk Museum, hallo, ik ben Mickey. Ja, klopt. Ik denk dat, dat is, het moet staan als een rots, weet je wel. Ja. Net als ik zelf. En toen was ik in Zwitserland op een hip-hop jam, die werd gegeven door een vriendin van mij, een collega. Ja? Zij is DJ en ze schrijft, ze is een hele goede graffiti collega. Ja? En zij DJ't onder de naam Moklarok. En ze vroeg of ik dan voor één keer nog een keertje zou willen rappen, ja? On stage. Ja? En toen zei ik, ja, is leuk, want er was ook nog een vriendin graffiti en rap uit Australië daar. Ja? En toen heb ik gezegd, ja is goed, doe ik het nog één keertje. Ja. En toen hadden we een geintje van, nou dan ben jij DJ Moklarok en dan word ik MC Miklarok. Oké. Okay. En daar is eigenlijk Miklarok uit voortgekomen. Oké. Okay. En hoe lang geleden was dat ongeveer? 2005. 2005? Ja. We zitten nu 2019. Mm-hmm. Dat is aardig lang. Ja man, maar echt die oude tijd. Het concept van rap en graffiti, dat past gewoon bij elkaar. Onlosmakelijk met elkaar verbonden, vind ik. Maar mijn voorbeelden uit New York waren het daar niet mee eens. Okay. Kijk, wij hebben rap en graffiti als een hapklaar brokje binnen hiphop gekregen, zo rond 82, ja? Naar Nederland of naar Europa toe. Ja? Van dit hoort bij elkaar. Hè. Er waren films, Style Wars, waarin dat werd uitgelegd. Yes. En boeken waarin dat alles maar samenkwam. En dat namen wij voor waarheid aan. Maar die kids die in New York de pioniers waren, ja toen was er nog niet echt rap. Dus die luisterden naar rockmuziek. Mm. En alleen die donkere kids bijvoorbeeld uit de South Bronx, ja, die waren heel erg met die rap bezig en met DJ'en. Ja. Maar je had ook witte kids uit Queens die met rock bezig waren. Dus ergens voor ons, mijn generatie, hoort het bij elkaar, ja? Maar die generatie voor ons was het niet echt een ding. Oké. Okay. Nee. Ik heb een paar foto's voor je. Ja. Als je me even kan vertellen wat er op dat moment gebeurde. Ik ben benieuwd. Even kijken. Yes. Eerste foto is deze. Oké. Okay. Wat springt hieruit? Nou, daar ben ik in New York. Ja. En ik denk dat dat mijn tweede bezoek was aan die stad, of mijn derde. Ja. Dus ik was echt helemaal, ik was zo blij dat ik daar kon zijn in die periode. Ik was daar 24 jaar. Ja. En on top of my game. En de muur achter ons, ja, die je daar ziet, ja, dat was een hele grote muur waar ik samen met beroemdheden als Lady Pink, mijn grote vrouwelijke voorbeeld. Ja. En, daar vaker van die naam gehoord. En zij staat ook met mij op die foto. Klopt, ja. Zij is de onbetwiste koningin van de graffiti. En voor mij de enige vrouwelijke rolmodel die er ooit was. Mm-hmm. Toen ik nog heel klein was. Want er waren geen meiden. Amerikaans? Ja. Oké. Okay. Uit New York. Ja. En ook op die muur staan klassiekers als Days en Is The Wiz, Class, Smith. En voor mij was het echt zo'n eer om met hun op een muur te mogen spuiten in New York. Ja. En het was natuurlijk hartje zomer, lekker warm. New York, New York. Het was voor de gentrification, dus het was echt nog wel een beetje rough and rugged. Ja, klopt. Ja. Echt tof. Ik had ook begrepen dat je een poos in Amerika hebt gewoond. Ja, ik heb niet echt gewoond. Ja? Ik ging op en neer. Op en neer. Ik heb nooit die stap echt durven wagen om daar te gaan wonen. Want het is, ik was te onzeker in die tijd over mijn eigen kunnen. Ik had mijn studie nog niet afgerond. Mm-hmm. En wat moet ik in New York gaan wonen als ik, je komt. Ik heb geen verblijfsvergunning, dan moet ik elke 2 maanden op en neer. En ik hou van New York, maar ik vond het ook altijd heel fijn om terug te komen in Nederland. Okay. Dus ik had veel vakanties. Ja? En in die tijd moest je nog niet je vakantiedagen inhalen tijdens werkdagen. Mm-hmm. Dus ik ging, ik had veel energie. En we hadden nog de gulden. Ja? Ja, en met de gulden hadden we echt allemaal veel meer te besteden als met die euro. Dus ik had gewoon wel, ik had wel geld. Ik kon er heen vliegen zo vaak als ik wilde. Ja. En ik logeerde bij vrienden.
en collega's, dus dat scheelde wel in de uitgaven. Ja. Dus ik zat gewoon, ik ging met mijn koffer naar school, dan gaf ik les. En dan na de schooldag, dan ging ik met koffer en al in de taxi naar Schiphol, naar New York. En dan daar gewoon verder leven. Oké. Okay. Ja. En in vergelijking Amerika, New York met graffiti en rap, zag je al vergelijkingen? Ja. Of was het echt nog te ver uit elkaar? Nee, het is echt zo'n verschil. Ja? Kijk, wij hebben natuurlijk alles in, zeg maar, met mijn generatie, wij tapeten alles van New York gewoon en dan gaven we onze eigen draai eraan. Ja. Maar in New York zelf, ja, je hebt gewoon die New Yorkse vibe. En wij gaan met elkaar in Nederland toch op, we hebben een andere cultuur. Mm-hmm. We gaan op een andere manier met elkaar om. Al vind ik, daarom ben ik ook in de Bijlmer, omdat het hier gewoon het meest dicht bij New York komt. Ja, maar ja, nee, het is gewoon anders in New York. Ik vind het in New York, daar komt het vandaan. Okay. Daar is het heel, heel puur. Ja. Maar als je kijkt naar graffiti, is toch echt. Wij hebben onze voorbeelden daar vandaan gehaald. Ja? Maar als ik nu kijk, het verschil tussen daar en hier, is het net als ze in New York. En dit is mijn mening, hè? Ja, dat hoeft niet de waarheid te zijn. Ja. Maar naar mijn mening zijn ze in New York echt vergeten hoe je mooie pieces illegaal moet maken. Vroeger was het heel veel natuurlijk, ook op de treinen. Mm-hmm. Nu moeten ze het doen met de muren. En je hebt natuurlijk tegenwoordig ook overal camera's, dus daardoor moet je sneller werken. Maar het lijkt wel of in New York alles alleen nog maar draait om alleen die snelle handtekening. En niet meer om die stijl waar je uren op moet tekenen, dagen, jaren op moet oefenen voordat je het kan. Ja, er is één ding met kunst, dat het is ongrijpbaar. Je bent vrij om te maken wat je wilt. Ja. Je kan iemands ziel zien door zijn werk of iemands techniek of hoe iemand kijkt naar de wereld. Ja. En kunst is zo eindeloos. Okay. En het kan zo mooi zijn. Ik vind kunst, en niet alleen beeldende kunst, maar ook een goed stuk muziek. Ja. Ja, dat kan je kippenvel geven. Door kunst kunnen soms ook dingen die niet besproken kunnen worden in de maatschappij, taboes of politieke dingen, kunnen door kunstenaars gewoon heel to the point worden neergezet. Ja. Ja. Wat vond je van Fuck the Police? Want dat is echt een statement van kunst en politiek. Heb je het dan over die track van NWA? Ja. Ja, dat toen die uitkwam, jongen, wij stonden op onze kop. Ja. Echt, en we springen, weet je wel. En wij gingen natuurlijk net als NWA, gingen wij foto's van onszelf maken met nepwapens die we dan opschilderden alsof ze echt leken. Dat mag natuurlijk absoluut niet, maar in die tijd was het allemaal nog wat rustiger. En dan lieten we ons gewoon ook fotograferen, weet je wel. Alsof we een stelletje LA gangsters waren. Maar Fuck the Police, ja. Maar dat was echt een statement. Dat was zo'n statement. Ja. Ja, muziek is kunst. Ja, want je moet de teksten schrijven, daar moet je over nadenken. Ik hoorde gisteren van mijn zoon, die liet mij een track horen van Chief. Van Chief, ja? Yo, man, echt over die Zwarte Piet discussie. Ja? En ik heb echt gewoon, ik heb tranen gelaten toen ik het vanochtend nog eens een keer goed ging luisteren. Ja, want het is een discussie die mij heel erg raakt, hè. Ja. Toen mijn kind 3 was, schreef ik al brieven naar de HEMA-directie en naar de directie van NPO of de NOS. Of alsjeblieft niet iets kon gaan veranderen. Maar ja, om dan nu gewoon een rapper te horen die zo netjes, maar toch boos, de boodschap overbrengt die eigenlijk gaat van, kunnen we niet gewoon een oplossing vinden voor beide partijen? Klopt. Ja, daar gaat het om. En ja, en dat is kunst. Als je zoiets op die manier kan neerzetten, met een clip erbij en met je gesproken tekst ook nog in schrift erbij, zodat mensen mee kunnen lezen. Ja, klopt. En, ja. Naast het graffiti, bij sport je ook regelmatig, kickboksen, heel fanatiek. Hoe ben je daarin gerold?
Ja, vanaf dat ik kind was eigenlijk altijd gesport. Mm-hmm. Maar ik ben niet een held in sport. Mijn fijne motoriek is top, maar mijn grote motoriek is echt niet goed. Ik was altijd het kind wat als laatste niet werd gekozen bij gym, weet je wel. Serieus? Ja, laatste van de hele rij. Ja, en dan de team waar ik me dan bij moest aansluiten, die keken dan ook echt zuur. Ze waren, shit, Aileen. En ik heb boksen altijd leuk gevonden, alleen, ja, dat klinkt misschien raar, maar vechtsporten, ja, die kwamen eigenlijk bij ons het huis niet in. Weet je, mijn ouders waren er niet in geïnteresseerd en ik heb dat nooit durven onderzoeken. Mm-hmm. En pas toen ik in Amsterdam woonde en wat ouder werd, toen ben ik gaan trainen. Ja. Toen ben ik zat toen bij... trainde bij Kops. Ja. En dan zat ik daar op de home trainer, dat was gewoon fitnessen. En dan keek ik naar de boksklas en naar de kickboksklas. En dan dacht ik, oh man, dat zou ik zo graag willen doen. Maar nog was ik te verlegen. Mm-hmm. En toen ik eindelijk het aandurfde, ja, toen werd ik zwanger. En toen moest ik er weer mee ophouden. En nou, ongeveer 3 jaar geleden zat ik echt een beetje in een moeilijk moment van mijn leven. Mm-hmm. Gewoon dingen liepen niet. Ik weet het, nou, gewoon, ik was erg zwaar, overweight. Ja. Ik at, hè, als ik mij rot voelde, ga ik eten. En mijn kind die wilde op, mijn zoon die wilde op kickboksen. Ja. En dus ik zei, ja, is goed, ga maar doen. En dan, dan zit je als ouder ga je kijken naar wat je kind doet natuurlijk met zijn sport. Klopt. En dan vond ik het zo leuk om die kinderen te zien kickboksen. Ja, die kinderen komen weer in de spellen. En hij had zo'n aardige trainer. En ik dacht van, wauw, wat doet hij dat leuk met die kinderen. Ja. En ik kwam met hem aan de praat. En hij zei van, nou weet je, vraag maar aan zijn vader of die een keer ook met die jongetjes mee wil trainen. Want het is gewoon goed voor de motivatie. Ja. En toen flapte ik er gewoon uit, ja, maar mag moeders niet een keer mee trainen? En ik dacht, want ik heb dit nodig, ja. Nu moet ik het gaan doen. En hij was zo vriendelijk en gastvrij om te zeggen, ja, tuurlijk. Nou, en toen ben ik heel voorzichtig begonnen. Mm-hmm. Eerst met die kinderen 1 keer. Ja. En daarna nodigde hij me uit om met de volwassenengroep mee te trainen. Dat heb ik een tijdje gedaan, dat was superleuk. En toen moest hij door, hij kreeg ander werk, hij kon dat niet meer doen. Ja. En toen zei hij van, ja, maar jullie kunnen wel gaan rennen in het Amsterdamse bos. En toen heb ik gezegd, maar trainer, ik wil vechten. En toen heeft hij mij geïntroduceerd bij Sietjatong Amsterdam. Ja. En vanaf het eerste moment dat ik daar binnen stapte en Raymond Javal, die ik nog kende van de tijd bij Kops. Ja. Die zei van, waar was jij al die jaren? En dat was in de tijd dat Joval was echt wereldkampioen, hè? Ja, die, klopt. En hij was echt de legend. En hij zag mij kijken naar die boksklasse. En ik denk dat hij mijn verlegenheid las. Ja. En dan kwam hij met een paar handschoenen en zei hij, doe maar aan. En dan ging hij gewoon tussen zijn eigen trainingen door. Dan ging hij een kwartiertje met mij petsen. En dat zal ik nooit vergeten, want hij is degene die mij toen, zeg maar, mijn liefde voor boksen, mm-hmm, echt heeft weten aan te wakkeren. Bij deze wil ik Aileen bedanken. Echt, je hoort het zelf, graffiti, topspecialist hier in Nederland. En op naar meer, zou ik zeggen. Jurgens handen, gouden handen. Als je een goede sportmasseur zoekt, ga naar Jurgen. Dankjewel, man. Dankjewel.